kraakverse spinazie en heerlijke ribcarbonade met aardappelgratin. Dat is Poi's Wat Maak Je Menu deze week. En voor dit menu heb je de volgende ingrediënten nodig. De ribcarbonade, aanbraden in vloeibaar bakken en braden. En we maken er een heerlijke jus bij met jusverbeteraar. Kraakverse spinazie met roerei. Dan de aardappelgratin. Die maken we van ei, kokerroom, uien, knoflook en kaas. En we drinken erbij een Californische Mello. De ribcarbonade die gaan we eventjes een klein beetje zouten en peperen. En de oven die heb ik voorverwarmd op 200 graden en dat is voor de aardappelgratin. Eerst eventjes zout en peper op het vlees. Twee royale eetlepels, vloeibaar bakken en braden in de pan. Alle zout en peper even meenemen wat nog op het schaaltje zit. Hete boter en echt dicht schroeien. Het is belangrijk dat je die carbonade niet te lang in de pan hebt. Hij moet nog een beetje sappig en mals van binnen zijn. Gewoon net zoals een biefstuk eigenlijk. En dan lopen met het vlees door de pan. Omdraaien. En als hij dan om en om is dichtgeschroeid, mooi goudbruin, dan gaat de carbonade op het schaaltje. Zo. Deze. Zo. En even afdekken met de aluminiumfolie. De bakboter natuurlijk bewaren, want daar maak je een heerlijke jus van. 1 eetlepel jusverbeteraar. En dan afblussen met een beetje water. Even roeren. En dat doen we gewoon eventjes apart houden. En warm. Aardappelgratin. Er komen 2 eitjes in. Zo, dan doen we er een scheutje kokerroom in, knoflook erin, een paar uiringen en dit roer je gewoon eventjes lekker los. Zo, dan zit al een mooi mengseltje, zout en peper op. Dan pakken we de aardappelschijfjes en die verdelen we gewoon mooi in die schaal. Okay. Eventjes omscheppen met de spatel zodat het helemaal lekker door elkaar zit. Deze, zo. En dan pakken we de poiskokotjes. En dan doen we die aardappelschijfjes, die doen we daarin. Zo. Een beetje aandrukken. Die schijfjes aardappels, die zijn volgekookt. En die kunnen we prima gebruiken voor dit gerecht. Nou, dan komt de eier nog een beetje overheen, zodat het mooi vol zit helemaal. Die ook. Zo. Zo. Dan bovenop de geraspte kaas. Mooi boven royaal in de kaas leggen. Zo. Richtjes aandrukken. Mooi verdelen. En dan die kokotjes op het bakplaatje. In de hete luchtoven. 40 minuten op 200 graden Celsius. Lekker bij spinazie is roerei. En dat gaat als volgt. Eitje in de beslagkom. Klein scheutje room erbij. Even losklappen.
zo. Even een klein beetje bakkende bladeren in de koekenpan. Vuur omhoog. Eén keer het ei toevoegen. Alles eruit halen. Zo. En nu roeren. Net zo lang roeren tot er wat korreltjes ontstaan. Maar ook niet te lang hoor, want anders wordt het droog. Het is juist mooi dat er een mooie zacht nog een beetje is van binnen. Zo. En klaar. Vuur uit. Even bij elkaar halen. Zo. En even apart zetten. Heerlijk straks voor op de spinazie. Spinazievokken. En dat doe je met een teentje knoflook. Eventjes prikken op de vork. Zo. En dan even een klein, heel klein beetje vloeibare bakken en braden erin. In één keer die spinazie erin. Zo. Nu het vuur omhoog. En dan roer je met die knoflook gewoon zo door die spinazie heen. En dan gaat die knoflook, die wordt een beetje warm en is een heel subtiel smaakje van die knoflook komt er dan aan de spinazie. En als het bijna klaar is, even een snufje zout erop. Klein beetje hoor. Zo. Omroeren. In een handomdraai heb je gewoon heerlijke, gewokte spinazie. Nog één keer die knoflook er doorheen en klaar is die spinazie. We gaan het gerecht afmaken. Voorverwarmde borden blijven belangrijk. De carbonade nog even 3 tot 4 minuten in die hete oven. En ook uit de oven komt onze heerlijke aardappelgratin. En die zet je zo op het bord. De verse spinazie. Zo. Hier mooi vooraan. Daar komt overheen dat mooie roerei. Een paar stukjes zo. Dan komt die heerlijke carbonade daar overheen. Tegen die spinazie aan. En dan nog een lekker beetje geurige jus zo overheen. Verwen jezelf met het menu van Poi's. Wat maak je menu? Verse spinazie, carbonade en aardappelgratin. En daarbij drink je een Californische Merlot. Lekker eten.